RKC heeft zich naast Jonas Ivens met nog een Belgische verdediger versterkt. De oudspeler van KV Mechelen stelt zichzelf aan u voor. Ik ben Kenny van Hoevelen en ik ben nieuwe speler van RKC Waalwijk. Ik ben 30 jaar en ik ga hier proberen zoveel mogelijk wedstrijden te spelen op een goed niveau. En de club en de spelers dingen bij te brengen wat ik goed in ben. Ik vind het tot nu toe schitterend. De resultaten zijn schitterend. De velden zijn schitterend. De mensen zijn hier schitterend. Ik vind het tot nu toe vind ik het top. Je zat tegen Vitesse op de bank. De bedoeling is natuurlijk dat je ook wil gaan spelen. Ja, absoluut. Maar het is ook normaal. Ik denk op Twente een goed resultaat, 0-0 kunnen spelen. En dan vandaag is het normaal dat de trainer met de ploeg speelt die dat het goede resultaat heeft neergezet. Het is natuurlijk op termijn de bedoeling dat ik zoveel mogelijk minuten ga spelen voor deze club. En laat ons hopen dat ik morgen al wat minuten kan maken met de tweede ploeg. En zo mijn ritme kunnen opbouwen om dan in de ploeg te komen uiteindelijk. Ben je fit? Want je hebt in december je laatste wedstrijd gespeeld. Ja, ik ben 100% fit. Het enige dat ik misschien een beetje mis, dat is wedstrijdritme. En dat kan je alleen maar krijgen door uw minuut te maken en door te spelen. Je hebt bij KV Mechelen samengespeeld met Jonas Ivens, die nu ook bij RKC speelt. Gaan jullie weer het nieuwe centrum vormen achterin? Ja, dat is de keuze van een trainer. Ik denk dat we gewoon moeten in ons achterhoofd houden dat we samengespeeld hebben. Dat we goede tijden hebben meegemaakt en we zullen zien wat de toekomst hier op RKC zal brengen.